Superleuk dat je kijkt naar onze speciale React to All-Stars serie. In deze serie reageren oude spuiten- en slikken-presentatoren op hun items van vroeger. In deze aflevering kijkt Filemon Wesselink het item terug waarin hij voor het eerst gaat trippen op paddo's. Ik moest dus paddo's gaan gebruiken en dat vond ik echt heel erg spannend, want ik had nog nooit gehallucineerd. Dus ik had geen idee wat ik me daarbij voor moest stellen of hoe dat zou voelen. Dus knetterzenuwachtig. Vandaag gebruik ik de drug Magic Mushroom, oftewel paddo's. Nou, ik vind het wel een beetje eng, want het is een hallucinerende drug en ik heb nog nooit van mijn leven echt getript. En wat ook belangrijk is bij zo'n drug, is dat je je laat gaan. Nou, bij paddenstoelen is het beste als je ze niet alleen neemt. Daarom ga ik ze gebruiken met een echte expert. Ik denk dat het hier is. Hey, hallo. Hey, waarom hebben we hier eigenlijk helemaal zo in het bos afgesproken in een tipie? Ja, die paddenstoel is echt een natuurproduct. En die band die je met de natuur kan hebben, die kan tijdens die werking heel erg mooi zijn. Ik heb het nog nooit gedaan. Hoeveel raad je me aan om in te nemen? De eerste vraag die ik dan stel is, wat wil je? Gewoon leuk, vrolijk gevoel. Dan moet je ongeveer een halve portie nemen. Oké. Okay. Dit is Philosopher's Stone. En dit is de Mexicaanse paddenstoel. En deze gaan wij nemen vandaag. Dan moet je gewoon zo'n hap nemen. Ja. Kijk, hier neem ik ze. Dat ga je natuurlijk heel erg proeven, maar het waren gewoon een soort van bittere champignons. Nou, wel apart smaak. Proost. Proost. Op naar Mexico. Het gekke is, je neemt die dingen dan en het duurt natuurlijk nog heel lang voordat je er echt iets van voelt. Dus je zit maar te wachten van, oh, wanneer gebeurt er nou iets en wanneer komt er nou iets? Dat is wel een beetje een soort vervelende, zenuwachtige tijd. Kijk, na 20 minuten begon ik iets te voelen. Nou, ik begin nu een beetje mijn handen te voelen. Zeg maar, ja, een beetje gewichtloos, zeg maar. Het is ook heel raar om bijvoorbeeld een sigaret vast te hebben, omdat het geen gewicht heeft. Oh, nu heb ik echt het gevoel dat ik wegglij. Gewoon ontspannen, hè? Heerlijk ontspannen, ja. Lekker, geef je over aan de paddenstoel. Wat fantastisch was, om iets achter de schermen te vertellen, is dat die regisseur, die volgens mij was zijn lievelingsdruk ook paddo's. En die had zo een goede omgeving gecreëerd voor mij om die paddo's te gebruiken. Het was in de natuur, heel rustig. Hij had zo'n indianentipie had hij neergezet. Er was wat thee, er waren wat muziekinstrumentjes. Er waren allerlei dingetjes die het zorgde dat het heel prettig voelde. En toen ik ook echt eenmaal in mijn lichaam zat en in mijn hoofd vooral, toen vond ik het ook helemaal niet meer eng. Vooral echt heel erg mooi. Nou, ik merk dat ik een beetje warm word en dat ik een beetje in mezelf gekeerd raak. Dus dat ik al dat mensen een beetje kwijtraak. Mijn spieren zijn heel los. Helemaal zo, wow. Beetje hele stieke benen, zeg maar. Beetje, viel helemaal met je hele stieke benen. Ik kan echt urenlang naar het gras kijken gewoon. Terwijl ja, normaal ben ik helemaal niet echt een grasfetischist. En je ziet van die blaadjes op het gras en die lijken wel of ze een beetje licht geven. En of ze zeg maar uit het gras komen. En alles golft een beetje. Alles is zo'n beetje mellow. Heel relaxed eigenlijk. Maar we hadden toen een geluidsman en die... Ja, het was een beetje van, hey, voel je al iets? Hey, lekker drugs gebruiken. En ik kon tijdens die trip, ik kon niet tegen die jongen die het helemaal niet kwaad bedoelde. Maar die is op een gegeven moment ook weggestuurd. Omdat het, ja, dat matchte gewoon niet. Dat is, en dat merk je met als je drugs gebruikt, dat het heel goed moet matchen. Vooral met paddo's, met de mensen om je heen. En die, ja, die geluidsman viel uit de toon. Het hele veld, dat golft echt gewoon. En toen was ik zo een paar uur verder. En toen zag ik ook dat die bomen begonnen te bewegen. En ik begon allemaal patronen begon ik te zien. Zo, het hele bos beweegt helemaal. Oh, nu begrijp ik die tripschilderij ook.
Dat is echt raar, joh. Het gaat echt allemaal krullen. Het beweegt allemaal. En nu is het weg. Heel erg leuk. Kan je nog lezen? Lezen? Wow. En toen kreeg ik een hele lacherige fase. Dat dacht ik echt helemaal dubbel, want toen moest ik een boek lezen. Nou, ik kon er geen chocola van maken, maar enorm de slappe lach. Normaal gesproken heb ik dyslexie, maar op dit... Yo. Wat zie je dan? Niks. Ik kan hier helemaal niks mee. Wel gelachen. Ik zie helemaal... Maar wat was de vraag? Is dat een normale... Oh. En daarna kwam ik in een soort van filosofische fase. Toen dacht ik in één keer dat ik alle oplossingen van de problemen van de wereld wist. En ook dat ik zelf moest stoppen met tv maken en leraar moest worden. En mijn hele ego was weg. Ik had het gevoel dat ik mensen moest helpen. Dat wordt heel filosofisch in één keer. Ik heb een gevoel van diepe dankbaarheid. Het duurt wel lang, hoor, zo'n trip. Het is zo'n mooi spul, die paddenstoelen. En het is ook zo mooi om dit zo te kunnen doen. Nou, ik denk echt dat ik een hele goede leraar zou kunnen zijn. Hoe meer je het ontkent, hoe krachtiger het wordt. Liefde is zien wat die ander wil zijn. Liefde is zien wat die ander wilt zijn. Vreselijke pathetische teksten. Nou, het is nu 3,5 uur later. En ik had zoiets van, nu vind ik het wel weer leuk geweest. Weer terug naar de realiteit. En in het begin was ik eigenlijk nog wel een beetje angstig voor. Met bad trips en zo. Maar daar ben ik op een gegeven moment ook helemaal vergeten om erover na te denken. Echt enorm heftig. Had ik niet verwacht eigenlijk. Ik dacht na het item wel, ik vind het wel echt heel tof dat ik dit meegemaakt heb. Het is toch een soort... van wereldreis, maar dan in je eigen hoofd. Maar ik had ook wel daarna van, ik hoef dit niet echt per se nog een keer te doen. Ik heb het daarna ook nooit meer gedaan. Ik heb er geen behoefte aan, want ja, die eerste ervaring was zo tof, dat ik denk dat een tweede keer dat het altijd gewoon minder gaat voelen. Dus, maar ik denk er nog steeds op een hele plezierige manier aan terug. Dit was wel echt mijn hoogtepunt van spuiten en slikken, denk ik. Ja.